wat je ziet in de zuivelindustrie is, je hebt moederkoe en die krijgt een kalfje, of althans die wordt geïnsemineerd om een kalfje te krijgen. Dat heeft niks meer met natuur te maken. Vervolgens wordt het kalfje weggehaald, zodat wij de melk kunnen afnemen van de koe. Dat vind ik schrijnend. Ik ben zelf ook moeder. Ik moet er niet aan denken dat mijn kinderen net na de geboorte weg werden gehaald, zodat ik vervolgens melk kon pompen voor een ander. Er gaat heel veel ontbossing, vindt er plaats, zodat er veevoer geteeld kan worden voor die dieren. En als wij meer plantaardig gaan eten, wordt er ook minder ontbost. En dan kunnen daar veel meer de natuurlijke natuur blijven bestaan, wat we ook zo vreselijk hard nodig hebben. Je hebt over het algemeen zoveel minder uitlaatgassen. Je kan veel meer voedsel lokaal verbouwen en eten zonder dat er van alles wordt geïmporteerd natuurlijk. Dus uiteindelijk denk ik dat we enorme bijdrage kunnen leveren door meer plantaardig te eten. En dat is eigenlijk voor mij de reden geweest om de Charlie's producten die we nu in de schappen hebben nog steeds te ontwikkelen. Om mensen kennis te laten maken met iets nieuws wat net zo smaakvol is, op dezelfde momenten gegeten kan worden, waar ook mee gekookt kan worden, maar waar je dus wel bijdraagt aan een betere wereld. We leven nogal in de overtuiging dat we dierlijke producten nodig hebben om een gezond leven te leiden. Ja, dat is niet waar. Het belangrijkste als je plantaardig gaat eten is dat je B12 bijslikt. Dat krijgt gemiddeld mens binnen door middel van dierlijke producten. Moet je goed nadenken over je voeding? Absoluut. Maar dat moet je ook als je dierlijke producten consumeert. Want dat is geen gegeven dat je daarmee gezond eet. We werken samen met een boerencoöperatie in Burkina Faso. Niet om de hoek, ik hoor wat je denken. Dat is ook zo. Zij telen biologische fairtrade cashewnoten. En de boerencoöperatie die kan die stukjes weer verkopen. Alleen hoe groter de noot, hoe meer opbrengst. En er zijn dus hele kleine stukjes, het is echt millimeterwerk, die zijn over. En daar kunnen ze relatief weinig mee, want het heeft nagenoeg geen waarde. Wij kopen die stukjes op voor een eerlijke prijs voor de boeren en hun families, waardoor we dus echt bijdragen aan de lokale economie in Burkina Faso. Dat komt sowieso al mee met andere producten die naar Nederland worden gehaald. Dus er worden in die zin, er wordt geen extra water voor ons gebruikt, er wordt geen extra... Het zijn mooie restproducten. Ik hou niet zo van het woord rest, want dat klinkt gewoon een beetje vies. Maar het zijn prachtige producten die ook een waarde hebben voor ons. Nou, die halen we naar Nederland. Het is nooit het doel geweest om hier enorm rijk van te worden. Ik wil er wel graag gewoon van kunnen leven en mijn kinderen gewoon zorgen dat zij alles hebben wat ze nodig hebben. Maar het doel is veel groter, want als wij impact maken, dan gaan de grote bedrijven ook mee. En dat hebben we al gezien de afgelopen 6 jaar. Want toen ik begon, was ik de eerste en de enige in Nederland die vegan kaas maakte. En nu ligt er gewoon producten bij de Albert Heijn en de Jumbo. Ja, dat is impact en dat is gaaf. Dus nu is het eigenlijk de vraag, wanneer sluit een Unilever aan? En dan zal je zien, dan gaat het ineens heel hard.